ben cultureel antropoloog. En dat betekent dat ik naar organisaties kijk vanuit het bril hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen mensen. En wat gaat daar handig in en wat niet. En dat doe ik vanuit een advieshoek, coachende hoek. En daar spreek ik ook veel over. Deep democracy is een manier om te kijken naar groepen. En het is een zienswijze, dus wat speelt er in de groepen, wat speelt er in de boven- en in de onderstroom. En tegelijkertijd is het een hele praktische methode om tegenstellingen te gebruiken als start voor een creatief proces. Tegenstellingen die kunnen als creatief proces dienen op het moment dat wat we willen zeggen of moeten zeggen of kennis die we hebben, dat we die toe kunnen voegen. En het meest creatieve proces en innovatie ontstaat als dat ook afwijkende meningen mogen zijn. Dus dat wat gezegd moet worden, moet gezegd kunnen worden. En heel vaak is dat niet zo. Als dat wel kan, dan krijg je een diep democratisch proces en kan je de wijsheid van de minderheid benutten. Bijvoorbeeld een organisatie waarin heel veel aan de hand was en het echt niet goed ging en mensen maar bleven praten over dat het uitdagingen waren. Het waren geen uitdagingen, maar doordat iedereen dat zo noemde, kwam het echte gesprek niet op tafel. Nou, wat dan helpt is het niet gevoerde gesprek toch te gaan voeren en naar de hitte toe en de tegenstellingen te vergroten. En dat is spannend, dus je gaat het echte gesprek aan. En door dit echte gesprek aangaat, komt er meer informatie op tafel. En werden de besluiten beter, want door te zeggen, het is geen uitdaging, maar ik vind het eng, ik vind het spannend, ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Toen kwamen de oplossingen als vanzelf naar boven. Het boek is tweeledig. Aan de ene kant gaat het over een zienswijze waarin groepen centraal staan en niet individuen. Dus wat gebeurt er in de groep? En aan de andere kant is het heel praktisch, is het een doeboek waarin je concrete stappen krijgt aangereikt hoe je dan die verschillen kunt benutten, met tegenstellingen omgaan en die afwijkende stem, de wijsheid van de minderheid, kan toevoegen aan het meerderheidsbesluit.